Hi, welkom bij alweer een nieuwe video van je Office 365 coach. Het houdt niet op. De bedoeling was om jou één keer in de week een videootje te geven met allemaal instructies van een applicatie. Gewoon om kennis over te dragen en zodat je het maximaal uit Office 365 kan halen. Inmiddels is het bijna een dagelijkse vlog geworden. En waarom? Omdat ik ook nu de vernieuwingen laat zien in Office 365. En vooral gericht op Teams momenteel, want daar gebeurt heel veel. En ook vandaag is er gewoon weer een nieuwtje bijgekomen. Misschien heb je hem al gezien, misschien niet. Het is het pop-out venster, zoals ze dat noemen in chats. Dus je kan in chat, kun je nu de chat uit het Teams venster halen. Dus dan heb je twee Teams vensters in feite openstaan. Eentje is specifiek voor die ene chat en de andere is gewoon je eigen Teams omgeving. Het kan heel makkelijk zijn met multitasken. Ik ben daar niet heel goed in. Zeg ik heel eerlijk in multitasken. Dus ik weet niet. Maar goed, ik ga je dat zo meteen nog wel even vragen. Hè? Dus hou die vraag even vast. Kom ik zo meteen terug. We gaan eerst even kijken hoe het werkt. Ik open mijn Teams-omgeving. Dit is mijn Teams-omgeving. En vervolgens zit ik hier in een chat met collega Max. Nou, super interessante chat. En wat ik nu heb hier is op het moment dat ik bij die chat ga staan, een vierkantje met een pijltje. Hier rechtsboven zit dat pijltje ook. Nou, daar staat bij chat in een nieuw venster openen. Die open ik nu en vervolgens krijg ik een nieuw venster specifiek voor deze chat. Dus ik kan nu in Teams kan ik andere dingen gaan doen. En mijn chat die blijft hier gewoon openstaan. Ja, dus ik kan op die manier kan ik hier de focus ophouden. Ik kan ook makkelijk als ik Alt-Tab doe, kan ik makkelijk tussen de vensters. Dus dit is de Teams omgeving van collega Max. Die heb ik ook even openstaan. Dit is de chat met Max. En dit is mijn eigen Teams omgeving. Dus op die manier kan ik met Alt-Tab kan ik daar doorheen bladeren. En dat kan wel eens handig zijn. Nou, stel dat Max, en ik open nu de Teams omgeving van Max, mij een berichtje stuurt. Nou, laat ik deze heel even minimaliseren. Deze minimaliseer ik ook. Vervolgens stuur ik een nieuw bericht. Die krijg ik dan binnen. Nou, hier krijg ik de notificatie al. Stel dat ik nou, en daar was ik altijd even benieuwd naar bij deze nieuwe functionaliteit. Stel dat ik in het chatvenster ga lezen. Hier heb ik nu twee type icoontjes. Dit is dat ik een gelezen bericht heb. En hier is dat Ralf hem nog niet gelezen heeft. Ja, dus ik was altijd even benieuwd als ik dat nu doe in zo'n chatvenster. Wat er dan gebeurt. Nou, en je ziet hier nu het oogje verschijnen. Dus ook als je een bericht leest in een chatvenster, dan verandert die status ook. Kan wel eens anders zijn. Nou, het laatste wat ik hierover kan bijbrengen aan kennis. Op het moment dat ik weer terug ga naar die chat. Ik zit weer in die chat met Max en ik zet het venster er eventjes bij. Dan zie je hieronder, ik heb hier de opmaak. Ik heb hier bezorgopties. Bijlagen, ik heb de emojis, de gifjes en de stickers kan ik toevoegen. Nou, de agenda, meteen een agendaafspraak plannen vanuit dit venster, dat kan niet. Wel vanuit Teams zelf, want daar heb ik dat icoontje wel. En wat ik niet kan, is hier de drie puntjes. En die drie puntjes die zijn ervoor om apps toe te voegen aan de chat. Dus ik heb hier bijvoorbeeld Forms als app toegevoegd. Die zie ik wel in de Teams omgeving, maar niet in het Teams chat. Venster. Nou, ja, dat, meer kan ik er eigenlijk niet over vertellen. Het is eigenlijk redelijk eenvoudig. Waar ik erg benieuwd naar ben, is of jij dit zou gaan gebruiken. Zoals ik al zei, multitask is niet mijn sterkste kant. Ik weet niet of ik dit heel veel ga gebruiken. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit echt een toevoeging is wat voor jou leidt tot efficiënter werken. Dus laat me dat gewoon even weten onderin de omschrijving. Dat is altijd leuk, hè? Dan hebben we weer contact. Nou, vind je dit soort video's nou interessant? Klik dan eventjes hiernaast op dat logootje van mij. Dan abonneer je op dit kanaal en dan krijg je netjes als je ook nog dat belletje aanklikt een notificatie als er een nieuwe video is. Wil ik je voor nu bedanken voor het kijken naar deze video en ik zie je heel graag terug in de volgende. Tot ziens!